Het AVR-congres werd dit keer in Boedapest georganiseerd. Half oktober zijn we met ongeveer 250 beslissingsnemers, CEO's, hoger management van uit allerlei kanten van de reiswereld naar Boedapest gegaan. En het thema was dit keer zoeken naar nieuwe verbindingen. En het bleek het beste congres ooit. We hadden een aantal hele goede sprekers, met name sprekers gericht op nieuwe media. Social media was bijvoorbeeld Christian Esser een absoluut hoogtepunt. Maar er waren heel veel andere, en het leuke is heel veel andere sprekers, met name sprekers van buiten de branche. Zo hadden we ook bijvoorbeeld Paul Schnabel, directeur van het Centraal Planbureau, die daar een vlammend betoog heeft gehouden. We hadden een spreker uit de uitvaartbranche. Dan denken mensen wat raar, iemand uit de uitvaartbranche, wat heeft dat nou met reizen te maken? Maar het blijkt toch dat de dynamiek als het gaat om zoeken naar nieuwe verbindingen, hoe werk je samen in de keten, dat hele verrassende parallellen biedt met allerlei andere sectoren, zelfs met de uitvaartbranche. Het congres 2012 wordt in november 2012 georganiseerd en gaat dit keer naar Istanbul. En staat met name in het teken van focus op de klant. Hoe gaan we met die klant om? Hoe zorgen we voor binding met de klant? En ook dan gaan we weer kijken naar hoe dat in andere branches is georganiseerd. En het aardige is ook dat de beslissing om naar Istanbul te gaan gelegen is in het feit dat we dit jaar 400 jaar handelsbetrekkingen tussen Turkije en Nederland vieren. En dan vonden wij het wel een aardige aanleiding om naar Istanbul te gaan. De AVR heeft samen met Schiphol het Motion Festival georganiseerd, omdat wij vonden dat we wel weer eens toe waren aan een nieuwe omgeving, een nieuw feest, een nieuw gala. En daar zijn we aardig in geslaagd. Kan nog veel beter, dat gaan we ook doen. Maar we waren hartstikke blij met het resultaat dat er 450 mensen op die uitnodiging zijn afgekomen. En in samenwerking met Schiphol hebben we daar in ieder geval een nieuw evenement neergezet. Dat moeten we voortgaan bouwen en daar hebben we ook volgend jaar hartstikke veel zin in. In 2011 was inderdaad het jaar van de inval van NMA in de reisbranche. Daar begon het jaar eigenlijk mee, niet zo goed. Ze vielen binnen bij de AVR zelf, maar ook bij een aantal andere reisondernemingen zoals TUI, Thomas Cook, Corendon en ook nog bij D-Reizen. En bij ITAC, de reisagentenketen. En voor ons een slecht begin van het nieuwe jaar. We waren natuurlijk onthutst en ontzettend verbaasd. En uiteindelijk zette dat zich om in een grote mate van boosheid ook. Dat op basis van de informatie die ze hebben gekregen, op basis van de informatie uit één bron, de NMA dit soort activiteiten in de branche heeft ondernomen. En ook slecht voor de reisbranche natuurlijk, voor het imago van de reisbranche. En volslagen onterecht. Uiteindelijk heeft het onderzoek een dik jaar geduurd. Zeer intensief, voor alle betrokkenen trouwens, niet alleen voor de NMA, maar ook voor de mensen hier intern en voor de mensen die bij die reisondernemingen aan de slag waren met dat NMA-onderzoek en heel veel juristen. Dus het heeft de branche aan zich heel veel geld gekost. Het heeft een jaar geduurd en het resultaat was uiteindelijk dat er niets gevonden was en dat de NMA heeft geconstateerd dat gewoon er geen aanleiding was om het onderzoek door te zetten. En we hebben wel als resultaat daarvan, omdat er toch wat onduidelijkheid was over een bepaalde passage in onze agentuurvoorwaarden, hebben die agentuurvoorwaarden op één bepaalde zin aangepast. De impact op de branche was bijzonder heftig. Want je maakte ernstig zorgen over de impact die het heeft als het gaat om imago van die reisbranche. Want die hebt niks te verbergen. Concurrentie is enorm. We doen met z'n allen ons best om die klant goed te bedienen. En dan krijg je zoiets over de bühne heen. Dat is gewoon niet goed. Dus de impact was enorm. Aan de andere kant is de impact in die zin ook, omdat het uiteindelijk het resultaat positief was, de impact ook daarna redelijk snel weer afgevlakt. En heeft men gezegd van oké, dit hebben we gehad. En we gaan weer verder met de orde van de dag.